In augustus 2000 kreeg het bedrijf DuPont een octrooi voor een proces om maïsvariëteiten te produceren. Deze zijn bijzonder rijk aan oliezuren. Dit type maïs bestond echter al in zijn natuurlijke staat. In theorie zou dit octrooi kunnen verhinderen dat het product op de markt komt als het oliezuurgehalte ervan overeenkomt met het door het bedrijf beschermde gehalte. Maar wat is biopiraterij eigenlijk? In werkelijkheid is het de toe-eigening van levende organismen en de beperking van hun exploitatie door het indienen van octrooien. Biopiraterij bedreigt dus zowel het werk van kleine producenten als de biodiversiteit. Dit verschijnsel komt veel vaker voor in ontwikkelingslanden. In de verwoede wedloop om octrooien te registreren zijn deze laatste immers geen partij voor de grote bedrijven in de rijke landen. Is biopiraterij een gevaar voor de natuur zelf? Allereerst moeten we ons ervan bewust zijn dat biopiraterij op veel gebieden voorkomt. Zo bevatten cosmetica en huishoudelijke producten zogenaamde natuurlijke ingrediënten. Dit betekent dat ze meer dan 50% natuurlijke grondstoffen bevatten. Biopiraterij komt voort uit de kolonisatie. Keizerrijken plunderden gebieden die zij bezetten. Koffie, suiker en cacao zijn producten die rechtstreeks afkomstig zijn uit gekoloniseerde landen. Afrika, Zuid-Amerika en Azië zijn inderdaad extreem geplunderd door rijke landen die zonder onderbreking van hun hulpbronnen hebben geprofiteerd. Deze hulpbronnen, gepatenteerd en geëxporteerd, hebben geleid tot revolutionaire ontdekkingen op vele gebieden. Toch zou deze vooruitgang niet mogelijk zijn geweest zonder de traditionele kennis van de lokale inheemse gemeenschappen. Zij worden hiervoor zelden betaald of zelfs maar erkend. Hoe reageert de natuur op deze voortdurende plundering? Als we terugkijken in de geschiedenis, is het duidelijk dat de relatie tussen de lokale bevolking en onderzoekers gekenmerkt wordt door een vorm van geweld. Dit is ook het geval met de natuur. Men kan spreken van diefstal in de strikte zin van het woord. Traditionele kennis is ook altijd misbruikt. Met deze bijzondere delicate situatie worden we vandaag nog steeds geconfronteerd. Het is ook belangrijk onderscheid te maken tussen biopiraterij en bioprospectie. Dit laatste is het zoeken naar natuurlijk voorkomende werkzame stoffen, maar is volledig legaal, in tegenstelling tot biopiraterij. In 1993 had het verdrag inzake biologische diversiteit als belangrijkste doelstelling de eerlijke verdeling van de voordelen die voortvloeien uit het gebruik van genetische hulpbronnen. Desondanks blijft biopiraterij toenemen. Biopiraten zijn voornamelijk farmaceutische, cosmetische en voedingsmiddelenbedrijven. Sommige instellingen besluiten zich de hulpbronnen zelf en de daarvan afgeleide kennis toe te eigenen. Dit heeft te maken met intellectueel eigendom. Veel landelijke en lokale gemeenschappen leven immers bijzonder dicht bij hun omgeving. Zij ontwikkelen dan ook een zeer uitgebreide kennis van de biodiversiteit die hen omringt. Wanneer bepaalde actoren zich deze kennis toe-eigenen zonder toestemming van de gemeenschappen, spreekt men van biopiraterij. Hierdoor worden de voordelen die voortvloeien uit het gebruik van inheemse kennis niet gedeeld. De ene plant heeft medicinale eigenschappen, de andere heeft cosmetische eigenschappen. De kennis van deze bevolkingsgroepen is immens. Daarom worden ze door wetenschappers beschouwd als belangrijke informanten. In de meeste gevallen worden zij niet geïnformeerd over de resultaten van de onderzoeksprojecten. Deze zeer nuttige kennis wordt gezien als vrij exploiteerbaar en beschikbaar voor iedereen. Bedrijven hebben de neiging om octrooiering te legitimeren op basis van het uitgeven van geld. Weinig mensen beoordelen de waarde van collectief werk op lange termijn. Dit is een echte vorm van onrechtvaardigheid. De landen die worden beschouwd als gebruikers van biologische hulpbronnen zijn ontwikkelde landen. We hebben het over de Verenigde Staten, Europa of Japan. De vraag naar zogenaamde natuurlijke cosmetica en geneesmiddelen explodeert. Om aan deze vraag te voldoen, putten de bedrijven voortdurend uit de grote biodiversiteitsreserves van de wereld. Anderzijds passen zij verschillende strategieën toe om zichzelf het imago van milieuvriendelijk bedrijf te geven. Het doel is extra klanten aan te trekken. 40% van de wereldeconomie is gebaseerd op biologische hulpbronnen. De toenemende exploitatie van natuurlijke hulpbronnen door de voedsel-, gezondheids- en wellnessmarkten vormt een reële bedreiging. Daardoor loopt de biologische diversiteit gevaar. De farmaceutische industrie is een industrie van $1,42 biljoen. Maar is de vernietiging van de natuur zo'n prijs waard? Het antwoord is nee. Als de natuurlijke hulpbronnen eenmaal zijn uitgeput, is er geen weg meer terug. Gezien onze behoefte aan het ecosysteem is het essentieel om het te behouden. Om mensen en biodiversiteit te beschermen tegen biopiraten, hebben staten een aantal fundamentele teksten opgesteld. Twee gebeurtenissen moeten in herinnering worden gebracht. Het verdrag inzake biologische diversiteit van 1992 en het Nagoya-protocol van 2010. Toen werd het zogenaamde Access and Benefit Sharing principe ingevoerd.
Dit betekent dat belanghebbenden toestemming moeten vragen om toegang te krijgen tot de genetische hulpbronnen van een staat. In het geval van geassocieerde traditionele kennis moet de toestemming van de betrokken gemeenschap worden verkregen. Delen is een fundamenteel beginsel bij elke vorm van actie. Delen is zorgdragen. Het is duidelijk dat deze teksten een duidelijke stap voorwaarts betekenen, ook al blijven ze afhankelijk van de goede wil van de staten om ze toe te passen. In 2005 publiceerden Franse onderzoekers de voorlopige resultaten van hun reis naar Guyana. Naar verluid voerden zij gesprekken om meer te weten te komen over de lokale malariamiddelen. In 2015 verkreeg het Franse Instituut voor Onderzoek voor Ontwikkeling een octrooi voor een verbinding die is afgeleid naar cayennekinine. Dit is een plant die inheems is in delen van Midden- en Zuid-Amerika. In hetzelfde jaar tekende de Daniel Mitterrand Stichting beroep aan tegen dit octrooi, waarbij zij een geval van biopiraterij aan de kaak stelden. De onderzoekers ontdekten de antimalaria-verbinding in de plant met behulp van een extractie op basis van alcohol. Het was echter voor lokale kennis die hen in staat stelde deze ontdekking te doen. Uiteindelijk werd een overeenkomst gesloten. Het instituut moest alle wetenschappelijke en economische voordelen met betrekking tot deze verbinding delen. In 2018 werd dit octrooi door de commissie goedgekeurd. Het wereldsysteem lijkt de natuur te beschouwen als een onuitputtelijke bron. Veel landen willen echter stappen ondernemen om deze te beschermen. Zo heeft Frankrijk op 20 juli 2016 de Wet op Biodiversiteit aangenomen. Deze bevat een hele sectie over biopiraterij. Landen als India en Peru zijn veel verder. Zij hebben er namelijk voor gekozen om acties te starten om de traditionele kennis in verband met hun biodiversiteit in kaart te brengen. Dit is een taak die als titanisch kan worden omschreven. Het doel is het belang van de traditionele kennis aan te tonen. Hierdoor kon reeds een zeer grote hoeveelheid traditionele kennis worden geregistreerd. Vervolgens zijn octrooiaanvragen ongeldig verklaard. In het algemeen eisen de landen in het zuiden dat de bevoorrechte naties delen in de voordelen van de biologische rijkdommen die op hun grondgebied worden gewonnen. Biopiraterij is inderdaad een groot obstakel voor de biodiversiteit. Neem het voorbeeld van de neemboom. De Indiase levensboom met ongelooflijk geneeskrachtige eigenschappen. Deze wonderlijke hulpbron wordt geëxploiteerd door grote bedrijven en ook gebruikt om pesticiden te maken. Dan komt het begrip moraal om de hoek kijken. Is het mogelijk de natuur te gebruiken om haar te vernietigen? Digital Sequencing Information, DSI, van genetische gegevens heeft de ontdekking van revolutionaire nieuwe therapieën mogelijk gemaakt. Maar de voordelen van onderzoek met behulp van biologische hulpbronnen moet worden teruggegeven aan het land van oorsprong om de biodiversiteit te behouden. Met DSI wordt de traceerbaarheid vervaagd. Wetenschappers moeten daarom hun gegevens openbaar maken en uploaden naar openbare databanken. Sommige grote bedrijven gebruiken Open Access Digital Sequencing Information om hun winst niet te hoeven delen. Anderzijds kent het Nagoya-protocol enkele mazen. Sommige landen regelen de toegang tot hun genetische hulpbronnen namelijk niet. Om ongelijkheid te voorkomen zouden dezelfde regels voor iedereen moeten gelden. Wist u dat de marine biotechnologie een afnemer is van natuurlijke hulpbronnen? Marine organismen zijn over het algemeen meer gespecialiseerd dan terrestrische organismen. Dat komt omdat ze in een vijandigere omgeving leven. Toch kunnen marine hulpbronnen vele toepassingen hebben. Uit derivaten van algen kunnen materialen worden geproduceerd die geschikt zijn voor gebruik in levensmiddelen of cosmetica. Uit oesters gewonnen actieve ingrediënten kunnen met name de veroudering van de huid vertragen. De bescherming van soorten speelt echter een belangrijke rol in de biodiversiteit en het welzijn van de natuur en de planeet. Als u het onderwerp van deze video leuk vond, kunt u de video liken. Om van alle andere video's te genieten, kunt u zich abonneren op het kanaal. En als u wilt, kunt u suggesties achterlaten in de comments. Dit kan zeer nuttig zijn bij de ontwikkeling van onze volgende onderwerpen. En vergeet niet de notificatiebel te activeren, zodat u geen enkel nieuws van ons mist. Tot ziens op ATEC!